Hier is Tom Bruin met het weer. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 14 augustus. Vandaag hebben we een best een aardig weekend voor de boeg. Het is niet al te heet en vandaag hebben we een wisselende bewolking met zon en de temperatuur stijgt zo naar een waarde van 21 graden. Verder staat er een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen en in de avond is het ook droog. Zondag hebben we eenzelfde mix van bewolking en ook weer wat zon en de temperatuur kan iets hoger stijgen naar een graad of 3, 24 en het blijft ook droog. Na het weekend gaat het roer om, de wind die gaat naar het noordwesten en voelt koelere lucht aan en daarbij hoort onbestendig weer. Dat wil zeggen, de dagen daarna krijgen we wisselvalligheid met van tijd tot tijd buien, ook zon en de temperatuur gaat helaas terug naar 18 graden. Ja, en dan is er toch echt geen sprake meer van zomerweer. Dit was het weekend weerbericht van dit weekende.